on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe Q&A natuurlijk hier op mijn kanaal. Vergeet niet alvast dat blauwe duimpje natuurlijk omhoog te geven, want de Q&A is natuurlijk altijd leuk. Wordt ook heel erg goed bekeken. Ik vind het ook super leuk dat jullie het natuurlijk leuk vinden. Ja, dat klopt helemaal. Wat ik zeg, op de achtergrond zien jullie een keertje geen gameplay van mijzelf, maar van Berkant. Geloof ik dat hij heet. Moet even goed kijken. Oftewel, ik had zijn naam nog opgeschreven. Jokes Warrior. En dat is een hele goede abonnee van mij. Dat in ieder geval wel, want ik ken hem al langer. Hij haalt hier op de achtergrond namelijk een DNA-bom op natuurlijk de map Detroit. En dat is natuurlijk Advanced Warfare. Hij speelt hier Hardcore Domination. En hij speelt hier in ieder geval met de bal. En hij speelt hier met een UAV. In ieder geval met Threat Detection en System Hack natuurlijk en natuurlijk een Warbird. Heel erg lekker speelt dat natuurlijk. Hardcore Domination. Maar misschien moet ik dat ook eens een keertje gaan doen. Want ja, je killt natuurlijk wel iedereen op zich nog makkelijker. En je killt al snel iemand natuurlijk. Maar soms denk ik bij mezelf, ja, ik kill wel eens iemand net niet. En dan, kom op, dat slaat er maar nergens op een beetje. Dat je, soms lijkt het net alsof je heel lang moet schieten op iemand dat je iemand moet killen. Terwijl je zelf heel snel doodgaat. Misschien helpt het een keertje als ik dat zou spelen. Natuurlijk, elke week Q&A. Heb jij nog een vraag aan mij? Dan moet je dat vooral even natuurlijk achterlaten. Want dan kan ik dat volgende week weer natuurlijk behandelen. En ja, dan heb ik in ieder geval altijd weer wat leuks te vertellen. Ja toch, ik heb er weer zin in. Het is niet zo'n hele lange gameplay, dus ik ga gewoon lekker nu van start. En dat is namelijk bij de eerste vraag natuurlijk. En de eerste vraag, tenminste, hij heeft een paar vragen. Babbelaar online. Nou, vraag 1 is, hoeveel video's neem je per dag op? Nou, dat ligt er een beetje aan eigenlijk. Of ik er ten eerste zin in heb natuurlijk. Hè? En ten tweede, of ik niet wat anders te doen heb natuurlijk. Maar als ik echt zin in heb, dan neem ik ongeveer 5 tot 10 video's per dag op. En soms sla ik dan een keertje een dagje over. En zoals jullie weten, upload ik ongeveer 3 à 4 video's per dag. Soms 5 zelfs. En ja, nu natuurlijk omdat ik een snellere PC heb. Want dat is eigenlijk een beetje de tweede vraag. Hoe is het met je nieuwe PC? Nou ja, je hebt natuurlijk een snellere PC. Dus dan kan je ook wat meer uploaden en zo. En het renderen duurt in ieder geval wat korter en zo. En ja, ik probeer steeds meer dingetjes in te editen natuurlijk. En ik word er ook steeds handiger in. En dat is natuurlijk gewoon super fijn. Dat gaat ook in de kwaliteit natuurlijk van de video. Gaat er van omhoog. Zijn derde vraag is aan mij. Van hoe oud was je toen je voor het eerst COD speelde? Nou, ik speel Call of Duty vanaf deel 4. Call of Duty 4. Dus dat is, wat is het? Een jaartje of 6, denk ik. Zo'n 6, 7 jaar. En afgewisseld wel met andere games en zo, zoals Gears of War, wat ik heel erg leuk vind natuurlijk, Ninja Gaiden. En ik heb een Deus Ex, speelde ik een tijdje veel, en FIFA speel ik natuurlijk af en toe, en dat soort dingen, dat komen allemaal random dingen, maar over het algemeen COD, zeg maar zo'n 6, 7 jaar. En hoe oud was je toen je begon met gamen? Nou, de eerste game denk ik dat ik die aangeraakt heb was Prince of Persia op de PC. En dat is in, toen was ik, dat was in 88 denk ik, hè? 1988. Dus toen was ik een jaartje of 7 à 8. Toen ik er voor het eerst achter een PC zat, een P86. Deze mensen zeggen dat natuurlijk helemaal niks meer, maar het is in ieder geval super oud. En ik ben nog steeds gameverslaafd, zullen we zeggen. Ja toch, want hoe dan ook, als je zoveel gamet, dan ben je natuurlijk wel een klein beetje verslaafd aan. Dan zal ik het zo zeggen. Gaan we naar de volgende vraag. Van Joep Overtoom, ook een hele goede abonnee. Q&A, wat vond je het belangrijkste aan jouw schoolstudententijd? Nou, mijn studententijd, schooltijd, zeg maar, is een beetje chaotisch gegaan en zo. Ik ben een paar keer, kwam ik ook op school. Ik woonde toen de tijd nog in Haarlem zelfs. De eerste 3 jaar van mijn middelbare school. En ik ging verhuizen een keer en de scholen gingen fuseren met elkaar. Dus ik moest elke keer naar een andere school toe. Dus ik heb in 3 jaar heb ik ook op 3 verschillende scholen gezeten. Het laatste jaar ook weer op een andere school gezeten. Dat is in Almere geweest. Dan heb ik niet toevallig op het Egnaton. Want de meeste mensen denken meteen Egnaton bij Paul. In ieder geval tenminste op de school waar Paul nu werkt. Nee, ik heb mijn diploma gehaald op de Meergronden in Almere Haven. En verder vind ik het echt, heb ik niet veel echt
Dat je denkt van, nou, wauw, heel toffe dingen meegemaakt. Ik was elke keer aan het verhuizen, zeg maar, van school. Dus ja, dat... Ja, ik heb daar niet echt heel veel meegemaakt. Ik heb daarna nog een jaartje mbo bouwkunde gedaan, maar daar was ik ook mee gestopt. Omdat ik gewoon ook niks aan vind eigenlijk. En toen daarna ben ik gewoon iets tegen gegaan. Lekker werken, ja toch? Voor het geld. En dat heb ik natuurlijk wel heel lang volgehouden. Volgende vraag van We Are Friesian. Nice video, thanks natuurlijk. Q&A, wat vind je het lekkerst om te drinken? Drank, ja. Nou, jullie hebben vorige week gezien. Ik was aardig... een beetje slokje te veel op natuurlijk. En dat was natuurlijk niet zo de bedoeling eigenlijk uiteindelijk. Maar het sloeg gewoon een beetje verkeerd aan. Maar normaal gesproken drink ik inderdaad gewoon bier. En als ik echt uitga, drink ik wel andere dingen. Zoals vodka, Red Bull. Of tenminste vodka 7-Up, vodka Red Bull. Nou, geloof ik, ja. En Vieux Cola, Bacardi Cola. Dat soort drankjes doe ik eigenlijk altijd. Maar... ben ik gewoon ergens gewoon, ja, standaard vind ik ook een biertje. Ja, vind ik af en toe ook wel lekker. Ik drink wel samen, s'avonds met mijn ouders, gewoon één biertje. Niet te veel. Want, dan ga je gewoon te veel drinken. En vroeger dronk ik altijd best wel veel met darten natuurlijk. Want het gaat automatisch, je bent in een kroeg en dan ga je lekker drinken en zo. Maar ik heb er zoiets van, nou, weet je, een beetje passen ermee. En moet je ook niet willen eigenlijk, zeg maar. Volgende vraag van Rens Nijskens. Nice visie. Vraag. Met welke dartpijlen was je het beste? Dik, dun, zwaar, licht. Ik had altijd... ik ben wel eens overswitch van dartsetjes en zo. Maar de laatste waarmee ik echt wel goed dartte was een setje. En dat was merkloos trouwens. En dat was in ieder geval 22 gram voor de mensen die het weten waar ik het dan precies over heb en zo. En die... daar had ik dan de shaft, hè, zeg maar. Dat is het blokje wat erop zit, zeg maar, tot aan je flight. Je flight heb je shaft en dan de barrel, zoals dat heet, hè, de pijl zelf. De shaft was dan middel. En daar experimenteerde ik wel eens een beetje mee en zo. Maar het was in ieder geval 22 gram en dat is redelijk licht, zal ik het zo zeggen. Volgende vraag van FishnaterFanNL. Nice Q&A. Q&A, wat vind jij de irritantste perk om tegen te krijgen? Een hele goede vraag, denk ik. Ja, ik denk toch uiteindelijk Assassin of Ghost, zal ik het zo zeggen. Terwijl ik er zelf ook mee speel, dus een beetje hypocriet natuurlijk eigenlijk. Maar ik speel natuurlijk wel... ik vind het eigenlijk irritanter om tegen te krijgen als mensen bijvoorbeeld met Assault spelen... of met Support spelen zelfs, bijvoorbeeld in MB3. Terwijl ik... Als ik Assassin speel ik eigenlijk altijd met Specialist. En daar unlock je dus alle perks in. En dan vind ik het eigenlijk dat je het verdient. Ook bijvoorbeeld als Specialist. Om alle perks te hebben. Want dat verdien je dan gewoon. Zeg maar, je haalt een streak en je wordt gewoon sterker. Dat vind ik super tof. Daaraan, zeg maar. De meeste mensen waar ik altijd een beetje over loop te zeiken en zo, is eigenlijk altijd mensen die gewoon met Assassin spelen. En dan zie ik later inderdaad gewoon een. En dan ook nog Blind Eye Assassin bijvoorbeeld. En dan zie ik ze daarna een Predator inkallen. Of wat anders. In elke game, hè, zeg maar. Je hebt natuurlijk vier verschillende varianten erop. En dan zie ik ze campen. En dan voor hun assault streaks. En dan denk ik bij mezelf, ja. Gek, hè? Dat het niet altijd helemaal goed gaat, natuurlijk. En. Ja, het is gewoon niet verstandig om daarmee te gaan spelen als je gewoon lekker wil rushen, zou ik zo zeggen. Q&A is alweer over. DNA-bom is afgegaan. Vind je de gameplay leuk? Ga dan even naar zijn kanaal toe. En dan zeg ik natuurlijk zoals altijd, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye. Tot volgende week weer met een nieuwe Q&A.